Ik hoef de deur zelf niet open te doen. Nee. Wachten. En toen stonden we eventjes op een parkeerplek. En ja, dan ga ik Robert vragen. Hoe vind je? Nou, dit is de oude unit. Het ziet er nou zo uit. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 13 juli 2022. En het is namelijk 1:15. En geniet van je dag, want het is namelijk stralend mooi weer. En ik ga nu met Lady naar buiten. Lekker lopen. Ro is al aan het lopen met de twee zusjes. Dus wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ik wil heel graag naar beneden. Ze wil altijd heel graag naar beneden. Kom. Kom. Ik hoef de deur zelf niet open te doen. Nee, wachten. Oh nee. Kom. Heb ik gisteren mijn auto schoongemaakt? Wat zit erop? Scheid. En ze hebben er gewoon scheid aan, leed. Kijk hier, check dit. Nee. Dit is zo niet fijn. Nou, die haal ik dan even vandaag weg. Goed zo. Ga je mee? Kom maar. Ja, het is mooi weer. Goed zo. Hi, meeuw. Jullie weten dat als ik ga lopen met de dames, hoe hoog het was, hè? Ja, nou moest kijken. Ze hebben eindelijk eens een keer gemaaid. Dat vindt Lady ook wel fijn. Hé, Leed? Het is wel lekker gemaaid, schat. Hai. Dat is lekker, hè? Ja. Dat is fijn. Jee. Top, hè? Dat is fijn. Lekker, hè? Ja, kom maar. En zij ook zeker? Nee, of het? Goed zo. Los. Los, schatje. Kom. Lekker op het gras even nog even. Ja, we zijn er weer op onze oude locatie. Ja. We gaan even naar de media. Om daar even te kijken. Wat ga jij doen? Oh, die en die karretje meenemen. Ja. Van de AC Tionne. Ja. Heel handig en verstandig. Helemaal top. Ja, kijk. Dan neem Ro die weer mee. Altijd handig om even mee te nemen. Oh, lekker fris hier. Lekker.
Lekker met die deur open. Ik kan dat niet zo blijven met die deur open hier. Is lekker, man. Heerlijk. Zalig. Hoe gaat hij nou met jou met lopen? Beter dan gisteren? Ja. Ietsje, pietsje, mietsje. Ja, dat ook. Heerlijk. Dus ja, we gaan eventjes deze kar even wegbrengen. Terug. En dan gaan we naar de media. Ja, jullie kunnen het alweer raden waar we zijn, hè. Ja. Bij de Albert Heijn. Bij de Albert Heijn, zeg bro. Ja, ja. Oh, wauw. Ja, nou ja. Jullie zullen het ook wel weer raden waar we weer naartoe gaan. Dat hoef ik ook niet allemaal weer te vertellen. Want anders dan worden jullie er een beetje gek van, denk ik. Vooral hier is het, altijd een beetje rumoerig. Weet je, hier eruit is hier een stuk rustiger. Heel raar, maar zo ervaar ik het wel. Dus ja, ik ga zo meteen maar de camera maar weer eens draaien dan, hè. Ja? Ah, krijgen we weer de bijmuis. Dat is lekker. Oeh, kabeljauwtje is ook lekker. Ziet we zo, die mooi ging. Schat, wil je die voor mij vinden? Lekker, voor mij. Speciaal voor jou. Nee, die mag ik. Ik wou bijna hetzelfde zeggen als jou. Gadverdamme, maar nee, dat doe ik me niet. Nou, dan hebben we hier nog een pizza. Nog een keer een pizza. Nog een keer een pizza. We hebben ook nog kabeljauw. Zwart en gebraden gehakt. Hier er nog een. Nou, deze hoef ik niet. Vind ik niet lekker. Die ook niet. Lasagne hoef ik ook niet. Nee, hoef ik niet. Maar dankjewel. Nee, dat hoef ik allemaal niet te hebben. Ik heb hier wel biologische... biologische magere melk. Nee, die hoef je niet, hè? Niet? Jij niet. Biologisch. Biologisch magere melk? Nee, die mag ik niet hebben, schatje. Maar biologisch? Mag ik niet hebben. Mag je biologisch hebben? Nee. Oh. Minder. Ja, minder, hè? Ja, dat weet ik. Daarom juist. De wat? Moet ik even kijken voor je, schat. Moet ik even langs. Sorry, dank u wel. Kipsalade. Nee, ik denk het niet. Ja, hier. Kip curry salade. €1. Maar deze hoef jij niet te hebben. Want hier zitten weer allemaal groentjes in, schat. Nee, dan kan je beter hier pakken. 74 cent op dit moment. Nou, joe. Een zware is vroeger 80 cent, zoiets. Dus, ik heb lekker dat. Zo, nou, jullie wisten dat we dus even naar de Mediamarkt zouden gaan. Maar daar zijn we dus niet geslagen, nee. Maar we zijn nu dan bij de Camera Express geweest. En daar zijn we wel geslaagd en hebben we deze camera gekocht. Ja, dus daar ben ik heel blij mee. Ik ga hem gelijk eventjes unboxen met jullie. Vind ik leuk. Lekker unboxen. Jee, toppie. Dus, ik zou zeggen, kijk gewoon even gezellig mee. Ja, maar dat doen jullie toch al. Moet ik het wel kunnen open krijgen, hè, mezelf. Ja, ik heb hem open. Kijk. Jammer. Kijk. Jammer. Boekjes. Ook erg handig om dat te hebben. Ja, boekjes. Handig om te hebben. Ja, gaan we deze openmaken. Hé, hey, er zit wat in. Een microfoon dingetje. Er zit een kabeltje bij. En er zit ook nog een hele mooie camera. Die haal ik er zo uit. En dan ga ik deze er even uithalen, hoop ik, denk ik zo. Er zit hier nog wat in. Daar niet in. Maar hier wel. En dit is de accu. Ja. Dit is dus de camera. Hij is nu al lekker in. Zo. Maar er zit geen dingetje bij. Nee, daar baal ik een beetje van dan. Dat is wel gezegd. Maar oké, ik ga hem lekker opladen. En ja, daar is ik al. Ik kan dit lekker doen.
helemaal top. Dus dat. Dus ik ga hem even opladen. En toen stonden we eventjes op een parkeerplek. En ja, dan ga ik Robert vragen. Hoe vind je dat ik het tot nu toe doe? Ja, wel goed. Maar wat is bij jou en wel goed? Vertel. Een paar beginnersfoutjes nog, maar dat is niet... Ja, maar iedereen en die maakt fouten op de weg. Ja, net zoals nu net. Beginnersfoutjes. Ja, zoals? Welke? Nou, die paar beginnersfoutjes, zoals dat rare invoegen. Ja. Die staat op de baan voor rechtsaf. En dan wil je opeens daartussen, in plaats van rechtdoor rijden, en dan rustig gaan naar rechts. Ja, maar zo leer ik van jou. Ja, dat is helemaal goed. En wat nog meer? Tranquilo. En wat nog meer? Vertel. Meer afstand houden, zeker in de file. Vooral van de persoon achter je. Ja, achter me. Ja, die moest in één keer op en op de remmen, ja. Ja, daar vind ik ook rekening mee houden. Als jij moet remmen, moet je meteen zo hard remmen. Dan zit er een kracht. Ik rem niet zo hard. Nee, dat moet je ook niet doen. Dat zeg ik al. Niet doen. Ik rem nooit zo hard. Nee, je remt te hard. Nee! Jawel, zij moet ook remmen. Ja, zijn en zijn probleem. Als ik voor mij een auto heb die in één keer op de rem gaat, wat moet ik doen dan? Rustig, maar niet in één keer zo hard dat achterin nog harder geremd moet worden. Ha, 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 ha. Geen rekening, dat is voldoende. Nou jongens, dat doe ik ook wel hoor. Alleen Rody vindt het leuk om hem eventjes een beetje... Kijk, hier, kijk, daar gaat hij lachen hoor. Ik? Nooit. Nee, dat dacht ik al. Maar dat zeg ik van Rody vindt het leuk om een beetje expres wat meer olie op het vuur te gooien dan wat het werkelijk is. Maar dat is Ro. Hé, schat? Ha, grappenmaker. Maar ik moest eventjes inderdaad gewoon eventjes lekker in mijn benen strekken, want ik werd gewoon moe. Nou, respect voor de vrachtwagenchauffeurs. Ja, heel erg veel respect. Bloody hot, hè? Hij hoort het niet. Nee, want ik sta dus namelijk serieus hier naast een vrachtwagen geparkeerd. Ja. En Rody staat hier tussen de vrachtwagens, ook leuk. Dus, maar ja. Maar, hè? Dat je geparkeerd bent, voelde af de vrachtwagen. Ja, precies. Je kan er niet anders staan, het zijn open parkeerplaatsen. Nou. Ja, nou, en ik heb netjes gevraagd of hij zo meteen gelijk weg moest, maar dat was dus niet zo. Dus daarom kon ik hem even hier makkelijk parkeren. Dus, maar we gaan zo meteen er wel weer van tussen, want het is nu nog... het was nog maar een half uurtje rijden en we moeten daar om 7:45 wezen. Dus als we zo meteen weer een beetje stil doen, het is nu bijna 7:00. Dus dat komt ook wel weer goed. Toch, schat? Komt goed, hè? Ik zie niks meer. Ik wel. Het is te donker. Ja, weer bobbeltjes hier. Anders haal je hem er toch vanaf, schat? Ja, dat zie ik niet op. Nee, nou daarom. Ik denk ook dat ik er hem TCT er gewoon weer vanaf haal. Want kijk, je ziet hier ook bij mij. Al die dingetjes, ik kan er heel slecht tegen. Ja. Dus, maar oké, ik ga nog eventjes misschien wat ouwe hoeren met Ro en dan gaan we weer op weg. Nee. Want waar staan we eigenlijk nu? Op en op een parkeerplek? Op een parkeerplaats. Maar waar? Kun je eens eventjes op een... Bij Oosterhout. Oosterhout, Waalwijk, SZ Hogebosch over. 600 meter hebben we dus de afslag, maar die moeten we niet hebben. Nee. Ik ga weer instappen en dan gaan wij weer naar onze... Oh, nog niet instappen. We gaan zo meteen instappen. Rody gaat nog wat drinken. Lekkere ginger beer. Heeft hij van mij gehad? Hoe smaakt die? Naar gember, om te vallen. Dat is mooi. Maar wel lekker. Mm. Is hij koud? Proeven. Nou, mam, als u echt iets lekkers wil proeven, moet u deze gaan kopen. En nee, ik word er niet voor gesponsord. Nope. Nee. Dus. Maar ik ga mijn telefoon eventjes in de houder knallen. En dan komt dat helemaal goed. Nou, dit is de oude unit. Het ziet er nou zo uit. Dit grijze komt hieruit. En deze grijze dingetje hoor, deze die komt hier uit het hele stuk. Hier uit ergens. Ja. Geen idee. Allemaal. Het hele ding. Geen idee helemaal. Ik vind het helemaal prima. Het hele ding. Dus ja. Ik vind het helemaal prima. En zo ziet het er nu uit.
Helemaal top. Oké, ik ga mijn auto starten. Daar. En dan moet je opletten wat daar gebeurt. Ja. En dan zei Roderick dat ik ergens naartoe moest. Waar staat dus? Nee. Rijgegevens? Nee. Die moet ik niet hebben. Waar schreef ik bij? Olietemperatuur. Dan moet ik niet deze hebben, maar ik moet deze hebben. Ja, oké. Nou, dan heb ik daarop. En dan heb ik nog deze erbij. En dan heeft Rome op verder. En dan heeft hij nog op verder volgens mij. Nee, verder niet. Annuleren. Nee, ik moet even wagen hebben. Dan moet ik zo rood even laptimen. Nee, of rood volgens mij. Yep. Yes, nou dan ga ik hem daarop houden. En dan ga ik Ro even bellen, vind ik leuk. En daar ligt deze dame dan weer lekker op de bedje. En dat betekent, zoals gewoonlijk, dat ik deze vlog lekker ga afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao!